Deze motie werd aangenomen nadat uit onderzoek bleek, onderzoek waar de Kamer toe had opgeroepen, dat mensen vooraf heel erg positief waren over het aardgasvrijmaken van hun woning, maar elke keer als er een pilot werd gestart, mensen achteraf negatief waren. Toen heeft de Kamer heel duidelijk gezegd, zorg nou dat iedereen de garantie heeft dat het beter wordt, niet slechter. Dat was waar die motie vandaan kwam. En nu zeggen we, ja, de gemeente moet maar oplossen, de wooncorporatie moet maar oplossen, een andere minister moet maar oplossen. Maar als we dit niet oplossen, als we zeggen die mensen blijven maar zitten onder een dekentje of met zo'n hoogrekening, als we dat niet doen, dan slaan we toch het hele draagvlak onder dat klimaatbeleid weg. En dat was al de constatering die we toen ook al deden. Dus zorg nou dat we de garantie geven dat dit wordt opgelost, dat deze mensen dit voorgoed krijgen en weer warm kunnen zitten. Maar voorzitter, ik heb dat dan net misschien in een van de vragen van mevrouw Posma niet goed genoeg uitgelegd. Maar als dit woonblok nu op een gasaansluiting...